secours. Ja, dames en heren, welkom hier allemaal op het Herautenplein bij het fantastische Sprookjesorkest. Assepoester woonde in een groot huis met haar vader, haar vreselijke stiefmoeder en haar twee akelige stiefzussen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat moest Assepoester voor hen schoonmaken en koken. Nooit had ze het vrij. Op een dag kwam er een uitnodiging voor een groot bal in het paleis. Assepoester wilde ook graag mee, maar ze mocht niet mee. Toen de stiefzusters weg waren, zag Assepoester ineens een groot licht. Daar zag ze haar petemoei, de vee. De vee toverde voor haar een prachtige koets met een paard, een koetsier en twee knappe lakeien. Toen toverde de vee een schitterende baljurk, twee glazen muiltjes voor Assepoester en stuurde haar naar het bal. Maar ze zei erbij: onthoud goed dat de betovering wordt verbroken als de klok middernacht slaat. Toen ze bij het paleis aankwam, dacht iedereen dat ze een prinses was. En de prins, die danste de hele avond met Assepoester. Kijkt u zelf maar! Lucky! He is lucky! Loopt even niet. Sprookjesorkest, dames en heren. Ja, bravo. Sprookje op. 2, 3. Tel maar mee. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh jee. Prinses Assepoester rende de trappen af van het paleis en daarbij verloor ze haar glazen muiltje. Zal de prins zijn Assepoester ooit terugvinden? Assepoester! Thank you.
tot uw echtgenote te nemen, als u nog staat. Uw antwoord is ja! En prinses Hassenpoester, wenst u deze prins tot uw echtgenote te nemen? Ja! Dan verklaar ik u nu tot man en vrouw! Dat was al het kusmoment, geloof ik. Hè? Schitterend, wat een enthousiasme. Ze hebben elkaar gekust. Ja.